een look trekken misschien. Ja. Direct gemakkelijke bankjes. Zebra. Vandaag was het laatste natuurpark in Niet-Roemenië. Het was op zich wel mooi, maar het is toch een beetje tegengevallen. Het weer was niet geweldig, maar ça va nog. Maar het zat daar vol met muggen en mijn kuiten werden opgevreten. Dat is geen naam, had nog nooit zo'n eigen geweest. En het was om de recht niet meer te houden. Allee, tot vanaf dat je even een seconde stil stond, zat er 10 muggen letterlijk op mijn kuiten. Jeukt enorm. Nog altijd last van. Dus ik ben daar op duur eigenlijk gevlucht. Het was niet meer te doen. Dus ja, kijk. Ik had wel een tof bezoek. Dat is ook tof. En ja, morgen even terug naar België. Een was proberen doen. En dan zien of ik de laatste 3 dagen van mijn verlof ook nog kan invullen. We zien wel waar. Dag. Ik gebruik dus mijn gsm als gps. Maar hoe dat hij hier aan eruit hing, dat er soms nogal veel licht in, dus was het moeilijk om te zien naar waar dat moest. Dus ik heb het een beetje anders opgelost. Dat is mijn oplossing. Het werkt. Minder handig bij bochten, maar het lukt wel. Ja, het is even rijden geweest. Ik ben toegekomen op mijn laatste overnachtingsplaats. Wat is er de laatste dagen nog gebeurd? Ik ben naar het laatste natuurpark in Niet-Roemenië geweest, dat ik nog wel zien. Dat hebben jullie gezien. Net gezien in het filmpje. Ik ben even langs België gepasseerd. Een babyborrel meegepikt. Naar was gaan doen. En terug vertrokken. En nu ga ik nog 2 nachten in ook Niet-Roemenië blijven. Dus dat is niet te verwarren met Niet-Roemenië, dat is een compleet ander land. Ik sta nu nog 2 nachten op een camping. Ik ga hier niet zo heel veel niet meer doen. Gewoon nog een beetje relaxen voordat mijn verlof gedaan is. Ook al ziet het er naar uit dat ik na mijn verlof nog altijd in economische werkloosheid ga zitten. Dus het is nu niet dat zo dringend is, maar kom. De camping waar ik nu sta is... valt mee van prijs. Het is duurder als een camperplaats, maar dat is normaal op een camping. Maar het zicht dat ik hier heb is wel geweldig. Mocht je jaloers zijn.
om een of andere reden hebben ze mij op een plekje met een Belgische vlag gezet. Grappig. Is niet van mij, by the way.